hebben allebei de richting audiovisueel gedaan op het Graafs Lyceum. Het heette toen nog multimedia, moet ik even aanvullen. Ah ja, multimedia. Eerste lichting waren wij in... 99 waren we klaar volgens mij. 99, ja. Wij kennen elkaar van het Graafs Lyceum. Ja, om het een romantisch verhaal te maken. Op dag 1 hadden we eigenlijk al een goede klik. Merkte dat we dezelfde interesses hadden. Wat allebei richting de filmindustrie ging. En ja, zijn na het Graafs Lyceum eigenlijk allebei een eigen kant op gegaan. En ja, via allerlei andere wegen weer bij elkaar terechtgekomen. En hadden inmiddels veel ervaring opgedaan en dachten van, nou weet je, waarom gaan we niet eens gewoon zelf het wiel uitvinden? En gaan we weg bij de grote toko's en zetten we een kleine toko op om te kijken hoe het gaat. We hebben een bedrijf in animatie, special effects en postproductie. Waarbij animatie, special effects spreekt voor zichzelf. En postproductie, dat is vooral Chris. Ja, dat is het hele nabewerkingstraject wat betreft film en video. Dus veel animatie, montage, kleurcorrectie, dat soort dingen eigenlijk. En Jarno zit meer in die animatie en special effects hoek. Dat samen zorgt ervoor dat we een heel uitgebreid pakket eigenlijk hebben. Wij hebben voor deze locatie gekozen omdat het een nieuw project is wat hier werd opgezet. Die Maasilo staat hier al 100 jaar geloof ik inmiddels. Maar het was ook heel aantrekkelijk om hier als nieuw bedrijf te vestigen. Omdat je vanuit het OBR, ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, allerlei subsidies krijgt. Zodat je goede investeringen kan maken wat betreft je spullen, je hardware, je software en eigenlijk alles wat je nodig hebt om goed te kunnen werken. En het is ook wat anders. Het is niet een of andere achteraf kantoorpand met dezelfde suffe plastic plafonnetjes. Wij doen vooral opdrachten een beetje in de hoek tv-reclames. Daar doen we wat losse dingetjes met special effects voor. We hebben voor een beetje de Nederlandse speelfilms zitten er nu en dan wat effectdingetjes tussen. Bijvoorbeeld voor Zoep in Zuid-Amerika hebben we wat effecten gedaan. En wat lieder dingetjes voor SBS6, Net 5. Expeditie Robinson hebben we wat animatiedingen voor gedaan. En die hoek en dan nog de bedrijfsfilms, daar zitten ook best wel dingetjes met animatie en... Ik denk in tegenstelling tot de meeste bedrijven die vooral allerlei streeftargets hebben, is ons grootste doel is eigenlijk gewoon doen waar we zin in hebben en er een hoop plezier in hebben. En als we gewoon met doen wat we leuk vinden een goede boterham kunnen verdienen, dan zijn we daar heel blij mee. Ja, überhaupt een boterham is ook al een goed iets. Ik denk dat de Graafs Lyceum inmiddels wel dusdanig veel ervaring heeft op audiovisueel gebied. Dat je daar sowieso een hele goede basis kan hebben, zeker op technisch vlak. Maar het is wel belangrijk dat je ook je stage goed kiest. Want dat zijn vaak de bedrijven waar je weer makkelijker terechtkomt als je klaar bent met je opleiding of als bijbaantje of whatever. Maar zo werkt het wel in het veld.